Deze week een sfeervolle aflevering. We gaan het hebben over een heuse paardentram en we gaan ook nog dorpen bouwen. Dit en meer in deze aflevering van Regio TV aan tafel. Twee gasten, Toon en Marcel, bijzonder hartelijk welkom. De vraag allereerst, waar kom je vandaan? Toon, om maar met jou te beginnen. Ik kom uit de regio Delft. Uit de regio Delft zelfs? Ja, nou ja, goed. Niet Delft. Uit de stad Delft. Delft. Ja. Tegen het Delft centrum. Je bent ook geboren en getogen Delftenaar? Dat klopt, ja. Ja. En dat bevalt, dat is er altijd goed bevallen? Je bent er ook altijd blijven wonen? Ik ben 40 jaar weg geweest. 40 jaar? Nu ben ik weer terug. Oh, even, waar ben je heen geweest? Ik heb een rondreis gemaakt door Europa. Kijk aan. Ja. En nu weer terug op het honk in Delft. Ja. Mooi, en daarna zit Marcel. Marcel, kom jij vandaan? Ik kom uit Westland. En dan weliswaar de Zuidwesthoek. Schravenzanden, dat ligt vlakbij Hoek van Holland. Oh, oké. Kom jij toevallig uit die buurt waar het zo moeilijk te bereiken is? Ja, die brug die ligt eruit al een heel poosje. Dat is de Galgenweg, dacht ik. Dat is de Galgenweg, maar dat is 2 december is dat opgeleverd. En we hebben er een half jaar last van gehad, maar nu is alles weer lekker goed en bereikbaar. Dus ze kunnen makkelijk naar je toe rijden? Geen probleem. Nou, dat ligt eraan in ieder geval wat we nu te vertellen hebben. Maar we beginnen dan met Toon Paap, moet ik zeggen. Voor de achternaam Paap. Ja. Toon, je bent koetsier. Ik ben koetsier, ja. Ja. En je bent begonnen met het rondrijden in een koets en met een paardenwagen. Van 98 tot 2003 heb ik een straatcircus gehad met shires. En ik moest daarmee kappen vanwege de gekke koeienziekte, vogelenpest en varkenspest. Had je dan allemaal koeien en varkens daar? Nee, maar ik had een totaal vervoersverbod van dieren. Oké. Okay. Dus al mijn festiviteiten werden gecanceld. Dus ik lag van het ganzenbord af. En toen? Nou ja, je kon niks meer verkopen. En nu kwam de kans voorbij om een paardentram, zeg maar wat van de Sman vroeger was, om de draad weer op te pakken. En 3 jaar mee bezig geweest om een stukje grond te vinden. En nu zitten we aan de rand van, zeg maar, bij de ingang van de stads... Voordat je verder praat, ja. Ik stel voor dat we even een kijkje gaan nemen. Je had het zojuist over de locatie en ik heb het dan over een echte paardentram, hè? Want daar gaat het dan over. Dat klopt. En ik zit aan de rand van de stad Delft, bij de Delftse Hout. En dat is eigenlijk de ingang van het Groene Hart. Het begin van het Groene Hart, de Delftse Hout. Maar
Hoe kom je op het idee om zoiets te beginnen eigenlijk? Nou, mijn vader heeft 26 jaar met paardenwagen met Groen en de Vrouw de Delft gereden. Ja. Dus dat, maar dat is ook al een tijdje terug, denk ik dan. Dat hè? Is een hele tijd geleden, maar dat is nooit, ik heb nooit zonder paarden gezeten. Ja. En dan denk je, en dan ga je dus met die paarden en die tram ga je dan rijden. Maar ja. mag dat eigenlijk zomaar? Want ik dacht in Delft dat ze allemaal een beetje blij waren dat de infrastructuur goed is aangepast. Dat zijn ze wel. Dat zijn ze wel. Heel, heel erg zelfs. Ja. We zijn dag na, of in ieder geval elke dag zijn wij inzetbaar. En er zit zeer veel potentie in. Omdat Delft een fantastische mooie stad is. En ik doe daar als toegift om het zeg maar te completeren een accordeonist bij in. Kijk aan. Het seizoen is voorbij. Maar we proberen toch een beetje de kop boven water te houden. Kijk, het seizoen gaat in maart beginnen. Als de bussen aankomen in Delft. En we rijden voor het Prinsenhof, we rijden voor de porseleinenfles, we rijden voor het karrewiel, we rijden voor de busonderneming. Hoe groot kan het gezelschap zijn wat in die paarden gaat? De grootste is 22 personen, een van 16 personen, een van 12 personen en educatieve speurtochten voor kinderen, dat is voor 14 kinderen. Educatieve speurtochten? Ja, in Delfthout. Je hebt daar nou overal over nagedacht? Ja, nou ja, en we gaan ook gehandicapten vervoeren. Hoe gaat dat nou met zo'n vergunning? Want wat heb je daar voor een vergunning voor nodig eigenlijk? Nou, ten eerste een soort met van koetsiersbewijs. Maar ik bedoel, ik heb diverse koetsiers die zijn al 40 jaar in het vak. En die zijn volwaardige paardenmenner. Dus je moet er wel, dat is ook heel moeilijk om te verzekeren. Je moet goede mensen hebben die capabel zijn om een paar paarden te bestaan. Maar heb je dan een opleiding in Nederland voor koetsier? Jazeker wel, ja zeker wel. Ja, dat is heftig zat. Maar dat moet ook wel. Maar goed, de mensen in Delft moeten dat ook gewaar worden dat er weer een paardentram is. Want de mensen lopen met stekketjes in de oren. Ja. En die wanen zich in het paradijs. Maar zo zit het natuurlijk niet. Nee, als mensen die paardentram zien, dan is ook de vraag van wat kost het dan om met zo'n ding mee te gaan? Een rit door het nostalgische centrum, in ieder geval, is prachtig mooi, is 10 euro en het duurt 35 minuten. En voor kinderen is het 5 euro. Kijk aan. En je doet het niet alleen in maart in het hoogseizoen, maar je rijdt nu ook... Het hele jaar door. En in te huren voor van de week heb ik natuurkundigen gehad uit Duitsland. Ik bedoel 16 stuks en die breng ik van restaurant naar restaurant. Ja. We rijden van de paardenmarkt of van een hotel, want er mogen geen bussen meer in de stad komen. Ja, maar jij mag er wel komen. Ik mag er wel komen, ja. Ja. En, kunnen we praten over een gat in de markt? Nou, zo gemakkelijk. Gebakken eitje is dat nou ook niet, hè? Nee, want er komt heel veel voor kijken. Ja. Ja, heel veel. En dan landt het echt zeer hoog. Ja, je moet er ook nog wel liefde voor dieren voor hebben, dacht ik. Ja, dat is het eerste. Ja. Dat is het eerste. Ik doe het niet voor het geld te verdienen. Nee. Het is puur voor de liefhebberij en ja, je passie. Dus je wordt er niet rijk van? Nee, zeker niet. Nee. Maar goed, als de mensen... Zeer moeilijk om aan paarden te komen. Want zulk soort type paarden, dat wordt massaal afgeslacht. En zelfs, ik moet nu naar Frankrijk. Ik ben al in 5 landen geweest om zulke paarden te krijgen. Dat is eigenlijk niet te doen. Oké, maar je hebt er vertrouwen in dat het ook de komende jaren... Ik heb er nog maar 2. Dus, ja. En ik moet er 10 hebben. Oké. En wanneer gaan die komen, denk je? Ik hoop binnen 3 maanden dat we ze allemaal hebben. Fantastisch. Nou, ja. Ik vind het een stukje nostalgie. Zeker weten. En fantastisch leuk om hier aan tafel te hebben. Dank je vriendelijk. En ik wens je heel erg veel succes. Dank je vriendelijk. We gaan over naar een stukje vlees. En hoe doen we dat? Dat doen we door bij Santos te gaan kijken en het juiste stukje vlees uit te zoeken. Waar zit je favoriete stukje vlees? We horen het wekelijks van Carlos. Vandaag de dunne lende, oftewel de entrecote, zoals hij beter bekend is. Heel mooi stukje vlees, mooi vetrandje, mooi geaderd. Is te vinden achter in de rug bij het rund, vlak boven de oshaas. Karakteristieke ervan is het vetlaagje, wat hem ook zo'n specifieke smaak geeft. Daarvoor moet je hem wel uitbakken of uitgrillen, minstens medium rare, want dan komt hij meer tot z'n recht. Voor de rest erg mager. Heel belangrijk, als je er een biefstukje van maakt, altijd het vetrandje even insnijden, want dan trekt hij niet krom bij het bakken of grillen. Volgende week gaat Carlos aan de slag met de bavette. Nou, we hebben net al het gehad over nostalgie. Marcel, bijzonder hartelijk welkom. Je hebt wat meegenomen, want we gaan dorpen bouwen. Zal ik het gelijk neerzetten? Ja, dat zou ik maar doen.
Nou, Marcel, we horen wel eens een aantal dingen die grappig zijn, maar we gaan nu hele dorpen bouwen. Dat klopt. Nou ja, je hebt al wat neergezet, maar wat moet ik me er in hemelsnaam bij voorstellen? Nou, dit is natuurlijk slechts een heel klein stukje uit de collectie. Maar wat we gaan doen is het Nederlandse kampioenschappen kerstdorpen bouwen organiseren. Dat betekent de miniatuurdorpjes, zoals dit nieuwe item in Zeppelin. Dat wordt dan in een heel mooi plaats verwerkt. We gaan 6 plaatsen creëren. Om het goed te vertellen, de mensen konden zich vanaf 1 oktober aanmelden. En dat wordt dan gekeurd door de organisatie. Dan zeggen we, nou, stuur foto's op. Daar komen 6 halve finalisten uit. 6 december, op een zaterdag, zijn ze welkom bij ons. Dat vergt denk ik een behoorlijke organisatie, want we verwachten het heel druk. Nou, dan krijgen ze dus een plaats van een vierkante meter. Dat is eigenlijk een pallet van 90 bij 120, een europallet, die bouwen we op. Gaan we verspreiden in het hele tuincentrum. We hebben zo'n 4000 meter overdekt vloeroppervlak. Ja. Dus die gaan we dan her en der neerzetten. Dan krijgen ze de opdracht om tussen 's morgens 10 uur en 's middags 4 uur moeten klaar zijn om het dorp te bouwen. En daar zit een bepaalde moeilijkheidsgraad natuurlijk ook nog in. Oftewel, dat wordt een soort verrassing. Dat zien ze op dat moment. Ze gaan hem bouwen en uiteindelijk komen al die plaatsen bij elkaar te staan. En dan moet het weer 1 groot dorp worden. Ik stel voor dat we even een kijkje gaan nemen. Een aantal jaren organiseerden wij het Nederlands kampioenschap kerstdorpen bouwen. Dat hebben we tot op heden in lege winkels gedaan, leegstaande panden. En dit jaar had ik het idee van nou, waarom zouden we het niet hier in het tuincentrum doen? Ik was er tenslotte toch. En nou, ook weer een overleg met Marcel en die werd zo enthousiast dat we dat voor elkaar hebben gekregen. En dat we dit jaar, aanstaande zaterdag, 9 december, voor het eerst gaan uitvoeren hier in het tuincentrum. Omdat je nu in het tuincentrum aan het werk bent, wat gewoon open is, zeg maar, het publiek komt ook gewoon. Dat vraagt een stukje veiligheid, dus we hebben WFV'ers, de mensen krijgen een instructie. Dan gaan we door middel van loting, omdat de dorpjes die ze gaan bouwen verspreid zijn door de winkel. En we het wat moeilijker willen maken, is elk dorpje iets anders. Dus we gaan door middel van loting de plaats bepalen, zeg maar, hè, waar gaat wie bouwen. En dan gaan de mensen aan de gang. En dan lopen een aantal vrijwilligers rond van ons vanuit de organisatie die de boel een beetje in de gaten houden. Ze mogen dan de materialen gebruiken die wij klaarzetten. Daar gaan ze een keuze uit maken. Zeg maar met een boodschappenmandje naar de spulletjes. En dan gaan ze aan de slag. In principe is het, we proberen altijd wel een dorpje te bouwen. Dus dat moet je zien als op een pallet bijvoorbeeld. We zetten een stapel pallets neer en dat is hun basis. En dan is het aan hun om... Ja, we stellen dan wel bepaalde eisen, hè? Maar dat weten ze nu nog niet, te komen ze dan op die zaterdag wachten. En dan, ik heb er daar als voorbeeld eentje klaargezet, dat is de basis. En hoe ze dat dan verder in gaan richten, ja, dat is aan hun. In 2014 heb ik hem gewonnen. Ben ik Nederlands kampioen geworden. En ik kan je vertellen dat als je een dorpje thuis bouwt, dan is dat allemaal leuk. En komt het vandaag niet af te doen, het morgen wel. Maar juist het wedstrijdelement en ook als je dan zegt van nou, ik ben een coole kikker en dat maakt me niks, dan weet ik zeker dat het toch wel de nodige spanning met zich meebrengt. Het moet gewoon een keer klaar. En dan zeker als middags de jury om je heen gaat lopen wandelen en vraagt van goh, wat heb je nou gedaan en waarom heb je dat zo gedaan? Ja, dat maakt het wel heel bijzonder. 9 december bouwden we de gewone dorpjes in, die 6e dorpjes. De 16e komen de finalisten terug. Die gaan iets anders bouwen. Wat dat dan is, Dat blijft dan nog een verrassing. Daar komen ze dan op die 16e achter. En dan blijft het in principe tot in het volgend jaar de kerstshow afgebroken wordt, zeg maar. Dan gaat het in de kerst door de buurt omhoog. Dus tot januari blijft ze staan. Wie beoordeelt dan wat goed is en welke materialen moeten mensen meenemen? Of hoeven ze zelf geen materialen mee te nemen? Worden die beschikbaar gesteld? Hoe gaat dat? Ze hoeven helemaal niets mee te nemen. Le Max, dat is de collected item, dat is de dealer van de huisjes, zeg maar. Die sponsort alle huisjes. My Village, onder andere, die sponsort alle ingrediënten eromheen. En je moet het zien, die huisjes worden gebouwd hoog en laag. Maar dan hebben we natuurlijk allerlei materialen van mos, van steentjes. Die worden daaromheen verwerkt. Wordt allemaal gesponsord. Krijgen ze allemaal ter beschikking. En zo gaan ze bouwen. En wat krijgt de winnaar?
Dat is een goeie. We hebben eerst de halve finale op 6 december. Voor elke halve finalist gratis een pakketje meekrijgen. Gesponsord door Le Max en My Village. Met wat ingrediënten. Maar uiteindelijk uit deze halve finalisten rollen natuurlijk drie finalisten. Die komen terug op 16 december. Die krijgen dan weer dezelfde tijd. Die gaan weer allemaal een vierkante meter aanbouwen. Dus 6 plus 3 wordt uiteindelijk een dorp van 9 vierkante meter. Dan de winnaars daaruit. Is de derde plaats. Die krijgt een Le Max huis. Helemaal in het brons. De nummer 2, uiteraard zilver. En de nummer 1. Wat denk je? Ik denk goud. Met de eer. Oké. Hoeveel mensen verwacht je bij elkaar? Want het is best leuk. Moet je dat nou ook zo zien in het type huisjes die vroeger bij al die treinbanen stonden en dat soort dingetjes? Daar kan je het bij mij vergelijken. Het is eigenlijk een heel landelijk, het is eigenlijk een Europees fenomeen. Sterker nog, Amerika is het begonnen. Het is een wereldwijd fenomeen. Maar mensen die bouwen een stukje dorp in huis en elk jaar kopen ze er wat bij. Vergis je niet, zo'n item als deze, €79. En ze gaat zomaar door. Dus je bouwt zo'n dorp natuurlijk wel door de jaren heen steeds groter. Uiteindelijk gaan ze dat bij ons natuurlijk netjes neerzetten. En ik moet zeggen, toen het bekend werd dat het bij ons was, is heel Facebook ontploft. Ja. Wij verwachten het ontzettend druk. En maken we er ook nog een soort regio-wedstrijd van? Betekent dat, zijn het hoofdzakelijk mensen uit het Westland of komen die eigenlijk ook gewoon uit de hele regio? Ik zal je vertellen dat mensen zelfs uit Canada zich aangemeld hebben. Dat is wel heel ver. Dat is heel ver. We houden het landelijk, ze komen uit heel Nederland. Ja. Maar ik wil niet uitsluiten dat volgend jaar de Europese kampioenschappen gaan worden. En hoeveel mensen verwacht je ongeveer? Honderden minimaal. Honderden? Maar ik durf er zonder een nul achteraan te zetten. Oké. Okay. We gaan het zien en beleven. En als mensen nu zeggen, ja, ik vind het eigenlijk wel erg leuk. Ik wil ook wel meedoen. Kunnen ze zich nog opgeven? Nee, de sluiting was 17 november. Ja. Dus dit jaar kijken. Komen kijken allemaal hoe het eruit ziet en volgend jaar meedoen. Oké, nou, hartelijk dank voor de uitleg. Dankjewel. Dank aan mijn tafelgenoten Marcel en Toon. We zijn weer van een heleboel dingen op de hoogte. En uiteraard, dank voor uw aandacht. Tot de volgende keer. Weer. Ja.